Dit is de bovenzijde van de standaard Arduino Nano. En dit is de onderzijde. Tijdens de lessen maak ik gebruik van een Chinese variant, waar dit de onderzijde van is. Beide Arduino's hebben dezelfde microprocessor en dezelfde aansluitingen en mogelijkheden. De variant die wij gebruiken is alleen aan de onderzijde wezenlijk anders. De chip die zorgt voor de communicatie tussen de processor en de USB-poort. Is bij de in de les gebruikte variant anders. Dit is de reden dat we in het begin naast de standaard Arduino-omgeving nog een extra driver hebben moeten installeren. Zonder deze driver wordt de Nano door de Arduino-software niet herkend. Je ziet hier ook de spanningsregelaar, die ervoor zorgt dat we de Arduino kunnen voeden met een spanning die bij voorkeur tussen de 7 en 12 volt ligt. De spanningsregelaar Zorgt voor een stabiele spanning van 5 volt. De pinnen V in en ground gebruik je wanneer je de Arduino extern voedt. Wij gebruiken in eerste instantie de USB-poort als voeding. De USB-poort van je computer voedt dan de Arduino. De pinnen 5 volt en ground gebruiken we in dit geval om deze spanning van 5 volt van de Arduino naar de voedingsrails van ons breadboard te brengen. Tussen de pinnen 3,3 volt en ground staat een uitgangsspanning van 3,3 volt. De pinnen D2 tot en met D13 zijn te gebruiken als digitale ingang of als digitale uitgang. In het programma dat je schrijft bepaal je of de pinnen een in- of een uitgang zijn. Een technisch systeem kun je beschrijven volgens het IPO-model. I staat voor input. P voor proces en O voor output. De Arduino heeft als voordeel dat het heel makkelijk is deze inputs en outputs te koppelen aan de microprocessor, die verantwoordelijk is voor het proces. Voorbeelden van inputs zijn de schakelaar, de potmeter en de LDR. Wanneer de drukknop ingedrukt wordt, meet de microprocessor een spanningsverschil. Wanneer je aan de potmeter draait, zal de spanning aan de input van de microprocessor veranderen. De LDR zorgt ook voor een spanningsverschil aan de ingang van de microprocessor wanneer er meer of minder licht opvalt. Een voorbeeld van een output zijn bij deze schakeling de LEDs. Het proces speelt zich af in de microprocessor op de Arduino. De inputs of sensoren worden uitgelezen door de Arduino. Deze gegevens worden verwerkt door de processor, die vervolgens de output of actuatoren aanstuurt. Dit proces van meten, beslissen en aansturen wordt in een programma vaak eindeloos herhaald. Deze automatische lichtschakelaar zet je aan door op de drukknop te drukken. Het ledje aan pin 13 op de Arduino gaat branden om aan te geven dat de schakeling aanstaat. Wanneer het donker wordt, gaan de ledjes branden. Hoe deze inputs en outputs verbonden zijn met de Arduino lees je in een elektrisch schema. Een schema lees je van links naar rechts en van boven naar beneden. De positieve voedingslijn loopt meestal aan de bovenzijde van de tekening. En de ground of 0 volt aan de onderzijde. Je probeert de inputs links en de outputs rechts te tekenen. Links in het schema staan de schakelaars, de potmeter en LDR. Rechtsboven staat de Arduino met de processor en rechtsonder staan de LEDs en de aansluiting van de servomotor getekend. De volgende stap is het bouwen van een breadboard. Naar aanleiding van dit schema.